Ja. Dit was ooit eens een nieuwe en een volle batterij. Maar ja, naarmate je hem een tijdje gebruikt en naarmate je ermee rijdt, dan ja, wordt hij zwakker en zwakker en van tijd tot tijd ga je wat men noemt het moeten boosteren. En dat doet me denken aan het leven. Je bent soms sterk, maar soms ga je door heel wat dingen heen en maak je heel wat dingen mee waardoor je een boost of een bemoediging van iemand anders nodig hebt. Welkom erbij, we doen de getuigenis van. Beste kijkers, goeiedag en welkom bij uw eigen programma, De Getuigenis van. Het is natuurlijk zo dat wij ook vandaag weer een nieuwe getuigenis, dat wil dus zeggen een nieuwe gast, in ons midden hebben. Ik wil u in elk geval welkom heten en uitnodigen om te kijken en te luisteren naar De Getuigenis van Randy Samangoon. Heb ik dat goed gezegd? Samangoon. Oh, Samangoon. Oké. Okay. In elk geval welkom erbij, brother. Ja. Nou, ik wil je bedanken dat je de tijd hebt genomen om helemaal van Lelydorp naar hier te komen. Je bent hier om te vertellen wat de Heer in je leven heeft gedaan. Dus op de eerste plaats bedankt. Kun je de mensen vertellen wie je bent in het kort? Ik ben Randy Samangoon. Ik ben een danser in the Words of God. Grotendeels de meeste van de mensen die de Heer kennen mij. Ik kom van Lelydorp. Je bent nog student? Ja, ik ben nog een student, studerende. Oké, al plan om te trouwen? Nou, dat is nou een grote vraag. Ja, nog niet. Nog niet, maar het is toch sowieso. Ja, het moet wel. Heb je hobby's, dingen die je... Hoe ziet je dagelijks leven eruit? Nou, mijn dagelijks leven is, ja, werk, ik doe bouw, maar daarbuiten heb ik ook mijn bediening, die ik, voor de gemeente, ik heb bedieningen, drum, gitaar, piano, dat is mijn dingen, zingen, nou, als ik... En je zei ook dans? Ja, en dans. Oké. Ja. En daarnaast heb je hobby's, dingen die je leuk vindt? Ja, bij de hobby's. Ik ben goed in alle sports, hoor. Dus dan, ik heb wel mijn hobby's van een bepaalde sport, waar ik zeg van Amy Lubbing. Natuurlijk volleybal. Okay. Voetbal ook. Maar meer in het volleybal, badminton. Okay. Ja. Oké, dat voor mensen. Dat is natuurlijk onze gast voor vandaag, Randy Samangoon. Die natuurlijk hier is om ons te vertellen hoe Christus zijn leven heeft veranderd, maar dat doen we na de break. Beste kijkers, welkom terug bij natuurlijk De Getuigenis van Randy Samangoon. Oké, Randy, we hebben in het kort mogen horen wie je bent. Maar natuurlijk, de reden waarom je hier zit is omdat je een nieuwe mens in Christus bent. Je bent een bekeerde.
om die vraag te stellen die we aan iedereen stellen. Sinds wanneer ben je bekeerd en waarom heb je de Heer aangenomen in je leven? Ja, ik heb de Heer leren kennen van 14e jaar. Vanaf je 14? Ja, mijn moeder is aan tot bekering gekomen. En daarvoor was je dus helemaal niet oké? Je is helemaal niet bekeerd, maar mijn ouders wel. Oké. Maar ze zijn teruggevallen. Voordat we verder gaan, wie was God voor je daarvoor? Wie was hij? Kende je hem? Wat was het beeld van God voor jou voordat jullie Christus ontmoeten? Mijn beeld van God. Geloofde je wel in hem? Ik geloofde vanwege mijn ouders toen ze me zeiden, maar ik had altijd een hart op dat video van kruisiging van Jezus. Ik zag hem en ik traande altijd. Oké, okay, dat raakte je dus. Ja, ik wist nooit dat het iets van mijn leven zou zijn. En dat hij echt was. Ja, dat hij echt was. Maar ik dacht altijd van als ik daar was, zou ik hem helpen. Zou ik liefst hem helpen dan vele mensen die aan hem vertrouwden, een of ander. Ik was nog klein, weet je? Dus het sprak je altijd aan? Ja, het sprak me altijd aan. Okay. Mijn ouders zijn in strijd gelijk, diep strijd. Vanaf ze de Heer hebben aangenomen? Ja, ze hebben aangenomen. Mm. Ze zijn bekeerd en ze zijn gaan dopen en daar is het begonnen. Strijd, een hele jaar doorheen strijd. Maar ik wist niet wat het was. Maar ik begon mijn handen te kruisen en ik begon ook te bidden. Te strijden, in de ochtenduren sliep ik in de gemeente. Ik heb heel wat dingen meegemaakt, een hele jaar constant strijd, demonen gezien. Je praat over je ouders die maken de keuze om de Heer te aanbidden, maar had jij die keuze ook gemaakt? Nee, ik had de keuze nog niet gemaakt. Mm-hmm. Maar je deed wel al mee? Ja, ik deed al mee. Okay. En tijdens de hele strijdperiode, heb ik de Heer gezien. Amandé. En zoveel demonische machten, slangen, heel wat dingen die in mijn ouders kwamen, was ik zo voorstellend van, je hebt ellende meegemaakt. Ja. Maar had je niet echt zoiets van, hoe denk God dat juist nu, of hoe denk God dan eigenlijk juist om in die breken? Precies. Heel wat dingen gebeurden. Constant dit, dat, dank je hoe meer gingen ze terug naar Olukumang. En daar was ik van, maar even briepje naar Gado Dizzy. We geloven en heeft je zoveel dingen bevrijd van demonische machten. En je gaat terug en ik was niet eens. En die dag ging me helemaal niet prezen. Omdat jij nog niet echt niet dat besluit had genomen. Precies. Mm-hmm. En dan, toen ze bevrijd werden en wat vrijer werden, want we zijn nog helemaal niet bevrijd. Er zijn nog heel wat dingen die we dan nog door moeten onderzoeken voor onszelf. Ja. En daar begint het pas. Ja. En dan heb ik mijn keus genomen op mijn 16e, om de Heer te dienen. Want toen had je die overtuiging al dat hij er is. Ja. En dat hij bestaat. Ik heb gezien, ik heb ervaren en ik heb ook mogen strijden. Maar ik ken God niet, maar ik gebruikte zijn naam. Jezus, in de naam van Jezus, zal jij vlieden. En dat gebeurt er. Waarom heb je dat besluit eindelijk genomen om hem toe te laten? En hoe heb je dat gedaan? Dat is voor de mensen die zeggen van ze willen het ook doen, maar ze weten niet hoe. Hoe heb jij het op jouw manier gedaan? Het werd zo dat ik zag en ik begon te geloven. Mm-hmm. Maar het ziende was niet wat je echt kon zien met je ogen. Je zag dat er een macht overnam. Mm-hmm. Maar je zag niet hoe die macht regeerde. En je zag dat hoe we communiceren met God en de gezag krijgt, is niet met het vleeselijk, maar is in het geloof. Ja. Ja. In het strijden. En daar zag ik van, dit is echt iets anders. En ik begon dag in, dag uit. Elke keer werd ik dan bemoedigd en versterkt en van, ik ga ook. Want ik krijg hier problemen, maar ik voel van, dit is nou echt wel een krachtig. Weet je, je kan erachter staan en weten wat op je pad komt. Ja. Abifgwe, hij gaat niet blijven. En dit is wie God is. God is almachtig, hij is sterk. Hij is alwetend, hij doet van alles. Maar wij moeten gewoon alle weten van, bij wie staan we, met wie staan we. En dat zag ik.
je maakt op een gegeven moment je hart open voor Christus, je nodigt hem uit in je leven. Wat voor invloed heeft dat op jou? Het heeft mijn hele leven veranderd. In welke zin? In welke zin, de persoon die ik toen was, was een persoon harteloos. Ik kon dingen doen wat eigenlijk niet van toepassing was. Van, hoe kan je zoiets doen? Ja. Ik was agressief. Geen rekening met iets en niemand. Geen rekening. Agressief. Ik was altijd blakaskapu. Maar waar dan ik ook ga, niet alleen thuis. Omdat het normaal is, weet je, tussen je broers en je zus, weet je, dan denk je, weet je, dat automatisch wordt het iets opgewekt. Was je rebel? Wie, ik? Nee. Geen rebel dus? Nee, geen rebel. En de persoon die ik was, ook in mijn schooltijden, iedereen zag van, het is niet van toen en het is niet van nu. Nou, een beetje verschillen. Iemand die me gewoon aan mijn achterhoofd verslagen. Haar voetheid. Er was een jongen die daar was en ik zei van, mooi. Als je alleen die ziet, ik weet niet wat er met hem is gebeurd. Maar ik zie dat hij naar de kerk is gegaan, maar van toen. Dan groen je bij mij, bij Jiman Keri, weet je. En dat had me echt aangeraakt van, ze hebben het gezien. En ze hebben ook gezien dat ik veranderd ben. En ik heb Christus leren kennen. En dat heeft het gemaakt met mijn leven. Wat betekent dat voor jou? Het betekent heel veel. En om zo'n life changing te hebben. En van mensen te leren houden, rekening. Want ik hield niet van mensen. Ik was ook een beetje racist. Van kleuren. Omdat ik was gegroeid in een groep waar racisme er was. Daar was die mee. Ja. En waar ik ook ander plaats was. En ik zag iemand lichter. En hij tuchtig me even. Even kijken in mijn oog. Heb ik al een probleem met je? Ja, ja. Dus dat was het allemaal al voor me. En te betekenen van hier, ik ben veranderd naar iemand die ik lief kan hebben. Ik hou ervan om mensen te bemoedigen, de mede-christenen samen te zijn, een groep te hebben waar we praten over de Heer. En niet van de wereld zijn, maar in Christus leven en lopen. Weet je, ik heb het gekregen, maar er zijn, het is toch weer gebroken. Weet je, maar ik streef daarna om jongeren te ontmoeten. Om te laten weten van, bide. Misef e bribina li bigaro disi. En je hoeft geen wereldse vrienden te hebben om je goed en leuk te voelen en sabita. Maar de vibe in Christus is meer dan wat de wereld is. Het is meer. En dat heeft het echt gedaan met mijn leven. Je bent jong. Je bent nog, of ja, je bent nog studerende. Dat wil dus zeggen dat je toch wel tussen jonge mensen komt. En net zoals je zegt, ze zien aan je dat je anders bent, ze zien aan je dat je een gelovige bent. Heb je ooit het gevoel gehad alsof je, weet je, alsof je in een minderwaardige positie bent en alsof je spijt hebt dat je die nieuwe persoon bent? Of zeg je van nee, het is je verantwoordelijkheid en je dient het te dragen? Gesproken over spijt. Helemaal niet. Ondanks je wordt uitgelachen, ondanks je wordt... Helemaal niet. Omdat... omdat Ankara die Sam Sabi. Weet je? Het is niet te vinden waar dan ook. Het is echt... Dit is een aglibigado. Er is geen ander. En schaam me daarvoor. Ik had het toen ik pas bekeerd was. Weet je? Dat is altijd. Maar naarmate ik dacht van nou... Dit is mijn leven, ja. Dit is mijn keuze. En ik heb gezien van wat God heeft gedaan tussen mijn ouders. De relatie. Het was niet zo. Weet je, het was helemaal niet zo. De relatie tussen broers en zus was ook niet zo. Dus de hele verandering daar in mijn huis, die de Heer heeft gebracht. Alleen God alleen. De hele omgeving. De hele omgeving. De hele environment. Alles. Het is echt van hier, dit is God alleen. Ja. Niemand anders kan het doen. Maakt niet uit hoeveel geld je kan hebben. Maar toch ben je in een probleempje. Toch zit je daar met heel wat gevoelens, dingen die je niet pleasen of weet je, minderwaardigheid gevoelens. Ja. Dat heb je altijd. Maar dat wat ik heb gezien, wat de Heer voor mij heeft gedaan, in mijn familie, in mijn eigen leven, zou ik nooit ervoor schamen. Ik zou anders zeggen van, wat pas je daar? Je voelt je niet geliefd, er is liefde. God heeft mensen lief. Hoe ga jij om met je...
relatie met Christus. Hoe ziet jouw relatie met Christus eruit? Wat doe je nu ten opzichte van God dat je vroeger niet deed? Wat ik mijn relatie met de Heer. Kijk, soms heb je een tijd waar je een beetje dingen bij. Kijk nu hoe corona dat is. Mm. Ik was iemand actief in dans, worship. Ik ging spelen voor de gemeente en al. Maar hoe dat nu beknopt is geworden en we dat nu kunnen doen. Mm. Heb ik gezien van hé, dit is ook Gods plan voor mij dat ik niet alleen in het actief moet zijn. Weet je. Kijk, de Heer gaat je het gebruiken, maar je gaat ook een tijd willen hebben waar je hem moet gaan zoeken. Mm. Ga weten van, hé, waarom moet dit gebeuren? Waarom deze pandemie? Mm-hmm. God is bezig de mensen te testen die in hem geloven. Ja. Precies zo. God kijkt van, hé, laat maar zien als je een waardige christen bent. Als je dingen doet voor mij en niet voor de mensen ogen. Mm-hmm. Weet je, is God bezig te kijken van, hé, hoe ga je hiermee om? En hij wil een ander soort manier relatie met mij bouwen. Mm-hmm. En dat zie ik nu van, hé, dit is wat ik moet doen. Ik moet gaan bidden, ik moet naar gebedshuis gaan. Soms kan je niet bidden in je eigen huis. Soms moet je ergens gaan, gesloten, alleen met de Heer. Zie je dat je gewoon vrij hebt. Je kan communiceren met de Vader. Uh-huh. En dat heb ik allemaal ontdekt. Van hier. Ja. De laatste vraag die ik je wil stellen, want inderdaad, de eerste keer toen ik je zag bij het dansen, was het ook bijzonder, omdat in de meeste gevallen zie je dat vrouwen die dansbediening hebben. Ja. Bij jou, jij bent een man en je doet het graag. Hoe beleef je dat om als een van de weinige jonge mannen tussen de vrouwen te zijn? Heb je moeite ermee? Hoe ga je ermee om? Dus dat had ik wel moeite ermee, hoor, om eerlijk te zeggen. Het was een van de harde dingen in mijn leven. En tussen de heren wat ik moest zeggen van heren, moet ik dansen voor u? Mm-hmm. Weet u, want ik moet dat dan gaan ballet staan, weet je, dit en dat. Ja. Maar de heren heeft een plan daarmee. Kijk, het is niet alleen om ballet. Mm-hmm. De dans, het heeft is een ander wereld. Het is net hoe muziek weer een ander wereld is, is dans ook weer een ander wereld. Mm-hmm. Je hebt geen muziek nodig om te dansen. Mm-hmm. Maar zolang je dans in geest en waarheid, je beeldt eigenlijk dingen uit met je lichaam, met bewegingen. Precies, wanneer de beweging doet, stel dit glorie aan. Mm-hmm. Wanneer bewegingen doet, stel dit een warrior beweging. Mm-hmm. Een stap van overwinning over schorpioenen. En dat zijn beeldingen die we geven wanneer we ook dansen. Mm-hmm. Dansen is niet alleen wat het lied zingt, maar het dansen in een overtuiging. Zeggen van, ik breek every chain, dan breken we. Dan geven we en dan wijzen we van, we broken. En dan gaat men zien van, hé. En dan praat je met lichaamsbeweging. Precies. Okay. En in het begin dacht ik van, tak boy, ik ben de enige broeder. En weet je, en dan heb je ook andere broeders van, tak, oh, je dans in dat kerkje. Maar ze doen alsof ze met je meenemen. Maar toen hebben we tak dat doen, kan je dansen. Maar jij hebt die overtuiging en jij geniet ervan. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Oké, nou, jullie dat gehoord mensen, dat is natuurlijk Randy Samangoon die ons vertelt zijn relatie met God en hoe hij tot bekering is gekomen. We gaan natuurlijk afsluiten met een boodschap van hem, maar daarvoor pakken we eerst een break.
En dan zijn we terug en wel met het laatste gedeelte van de getuigenis van Randy Samangun. Randy, ik wil je bedanken dat je je hebt willen openstellen en dat je natuurlijk je getuigenis met ons hebt willen delen. Tot slot mag je in die camera, de tweede camera, de jonge mensen, maar in het bijzonder de ongelovigen, in jouw eigen taal, op jouw eigen manier, zeggen waarom het belangrijk is om de Heer te accepteren in hun leven. Ja. Ik wil alle jongeren, maar ze ook ongelovigen, bemoedigen van. Kijk, we leven in een tijd. Het is waarschijnlijk de eindtijd komt, maar het is waarschijnlijk waar heel veel druk wordt gezet op jongeren. Om dingen te doen, om in trenden mee te gaan. En je ziet dat het automatisch zo beïnvloedend is. Maar ik wil jullie bemoedigen, vooral ook gelovigen. Weet waar uw plaats is. Weet wie u bent. De identiteit in Christus. Je bent jong. God zegt ook in Openbaringen daar. Er zullen jongeren opstaan. En die zullen profeteren. Meer dan wat de Heer Jezus heeft gedaan. Stel je eens voor. Als jongeren. Meer dan hem. We kunnen meer dan hem doen. Dan wat hij gedaan heeft. Geloof je daarin? Geloof je daarin? Ik geloof daarin. We kunnen heel veel meer doen. En de vijand staat ook niet stil. Want hij weet wanneer jongeren kunnen opgaan. En opstaan voor zichzelf. En weten wie ze zijn in Christus. Zal het een gevaar zijn voor hem. En laten wij jongeren een gevaar zijn voor hem. Laten we zeggen van, dit man keren. Want hij heeft heel veel gedaan met mijn leven. Hij heeft heel veel gedaan met de mensheid. Laten we opkomen voor wie we zijn in Christus. En laten we ons plaats nemen. Als gelovigen in Jezus Christus. En ook voor de mensen die de Heer niet kennen. Jongeren die hier naar luisteren. Ook oude mensen. Van neem de kans. Probeer hem toch liefst eens te leren kennen. Geef hem de kans. Zijn handen staan wijd open voor u. En hij wil in uw hart komen. Hij wil de verandering brengen. Daar. Er zit heel veel beroerte. Daar, wetende van wat, hoe gaat mijn toekomst eruit zien. Maar hij heeft jouw toekomst. Hij weet jouw dagen. Hij kent jouw dagen. Voordat je hem iets vraagt, weet hij al wat je hem gaat vragen. En vraag het aan hem. Hij gaat het u geven. Ja, en dit wil ik u bemoedigen. Blijf sterk. Bless you. Amen. En dat is natuurlijk bijzonder voor hem om het te doen. Eigenlijk moet je dansen doen. Daarmee gaan we eruit voor wat deze editie betreft van de getuigenis van. Ik ben Leandro Martos Huigno. En natuurlijk was het mij een grote eer om deze aflevering aan u te presenteren. Als u de live uitzending hebt gemist, mag je de herhaling volgen op de maandag en op de donderdag. En natuurlijk staat die na volgende week ook op onze YouTube channel. Dat is de getuigenis van Shalom. Wij gaan dan eruit voor wat deze editie betreft. En zijn er volgende week weer terug met een nieuwe aflevering en een nieuwe getuigenis. Tot zover de getuigenis van Randy Samangun. All these pieces broken and scattered. See God.